Pompoenpieten en ketose, gaat dat samen? Sommige mensen denken, oh, ik kan tijdens mijn ketose dieet of tijdens mijn ketogeen dieet of tijdens een reinfarma dieet uh, af en toe een keer wat pompoenpieten knabbelen. Want in pompoenpieten daar zit toch niks in. Wel. Is dat nu waar of is dat nu niet waar? Zit er in pompoenpitten wel degelijk iets in? Zitten daar koolhydraten in? Zitten daar eiwitten in? Zitten daar vetten in? Wat zit er over het algemeen in? Um, welke pompoenpitten zijn geschikt? Welke zijn niet geschikt? Je ontdekt het in deze video. Hey, ik ben Hans. En als jij geen enkele video meer wilt missen van ons, en je wilt geen enkele tip meer missen over een ketose-dieet, over een ketogeen-dieet of over een reinfarma dieet Abonneer u dan op ons kanaal of geef deze video een like. En als je dan graag nog een melding krijgt op het moment dat we een nieuwe video posten, druk dan op dat belletje en dan krijg je zeker een melding. Maar dus pompoenpieten mag dan u tijdens een ketose dieet. Wel, ik had gisteren iemand die bij mij op consultatie kwam en het was twee weken geleden dat ik hem had gezien. En hij zei mij dat hij in de laatste twee weken heel perfect al zijn regels had gevolgd, maar dat hem één dingetje had gedaan en dat was Af en toe had hem wat pompoenpieten geroosterd of, of gebakken in een pan, omdat die wat krokanter waren dan, en had hem een klein beetje pompoenpieten gegeten, want daar zit toch niks in, zei hij. Nu persoonlijk wist ik niet hoe, hoeveel koolhydraten of, of wat er in pompoenpieten inzat zat van voedingswaarde, dus ik zeg: oké, okay, we gaan dat samen even checken. Ik heb het eventjes gegoogeld. Wat blijkt nu: in pompoenpieten zit 50 gram. Koolhydraten per 100 gram. Wat betekent dat? Dat betekent de helft. Dus als we 10 gram pompoenpitten nemen, dat gaan we niet zien liggen in ons zand, dat is echt niet veel, dan zit daar wel degelijk 5 gram koolhydraten in. Nu, die 5 gram koolhydraten, als jij bezig bent met een reinfarma dieet of met een ketose dieet, dat is voor u één groentenmaaltijd. Een portie groenten mag in uw geval 5 gram koolhydraten bevatten. Dat betekent dus dat de handje of, of dat Klein stapeltje pompoenpieten dat dat 5 gram koolhydraten bevat en dus 1 portie groenten zou vervangen. Dat betekent dat je twee dingen kunt doen. Ofwel kun je zeggen: Oké, okay, ik eet vanavond geen groenten en ik eet mij een, een, een stuk kabeljauw en ik doe daar 10 gram pompoenpieten op. Dan klopt uw berekening nog altijd. Um, ofwel zeg je: Oké, nee, ik blijf daar gewoon af. Ik eet geen pompoenpieten en ik eet gewoon mijn portie groenten en mijn kabeljauw. Dat zou de betere optie zijn, volgens mij. De conclusie is dus: pompoenpieten en ketose dat gaat eigenlijk niet goed samen. Tenzij dat je iemand bent die minutieus weet hoe dat je moet rekenen, hoe dat je moet berekenen en dat je bepaalde zaken die koolhydraten bevatten gaat vervangen door je pompoenpieten of misschien zelfs uh, compenseren. Hè. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen: van, Ik neem mij een portie groenten die, bijvoorbeeld, maar 3 gram koolhydraten bevat, met veel sla, met veel spinazie, met, met misschien een paar stukjes tomaat. En die 2 gram koolhydraten, die andere 2 gram koolhydraten, daarvoor neem ik dan 4 gram pompoenpieten. Voilà, dat was een hele korte tip. Ik hoop dat ik u vandaag met deze korte tip weer heb kunnen helpen. Wil jij graag nog meer tips van ons krijgen, abonneer je op ons kanaal, geef deze video een like en ik zie u graag in de volgende video.